This is a day like no other. This is no ordinary race day. This is the cream of the crop, where the best of the best compete to be crowned. Where legends are made and remade. Where heroes are born and champions forged. Cracksman looks relentless here. Cracksman wins the champion. He's getting really tight for Roaring Lion. Roaring Lion, the star of the season. There is no doubt he is a champion. Al Mansour, what a season. Celebrating 10 years of thrilling racing, this year will be epic. The ultimate race day, where memories will be made and shared on and off the track. Get ready to experience the extraordinary, to witness history in the making. The 10th anniversary, KIPCO British Champions Day 2021, the nation's richest race day. October 16th at Ascot Racecourse. Be there for every second of it. En dat is inderdaad de bedoeling, dat we elke seconde mee gaan maken van die fantastische dag daar op de baan van Ascot. Het is Champions Day en u bent in het programma Champions Day Playspot Challenge. En dat doe ik uiteraard niet alleen, dat doe ik met mijn gewaardeerde collega helemaal in Londen, Robert John van Exter. Robert John, van harte welkom. Goedemiddag. Hey, dat is me de meeting wel, hè? Ja, dat is altijd een leuke kers op de taart aan het einde van het seizoen. Ja, nou, jij bent de man gespecialiseerd in de internationale rensport. Maar je bent ook een man die houdt van het wedden daarop. En een bijzonder spel vind jij de playspot. Vertel eens even iets meer over dat spelletje. Ja, nou ja, het is altijd de eerste 6 koersen op een Engelse renmeeting. Je moet proberen een paard. Nou, je moet een paard bij de geplaatste paarden hebben om te overleven naar de volgende, naar het volgende onderdeel. En aan het einde van de 6 onderdelen wordt de pot verdeeld over de gewonnen tickets. Waarom is het zo leuk? Je kan vanaf 2 pond meedoen. Je kan net zoveel inzetten als je wilt. Maar het is gewoon leuk om de hele dag iets in je handen te hebben. Wat niet te veel mag kosten, of juist wel, wat je zelf wilt. En de gemiddelde uitbetaling van een playspot is 440 keer de inleg. Ja, dat is veel. Dat is heel veel. Ja. Kijk, mensen zijn natuurlijk een beetje gewend geraakt aan de V75-show hier. Het spel in Zweden, hè? 7 winnaars achter elkaar rijden. Niet makkelijk, dit is natuurlijk veel laagdrempeliger. En ja. Het kan, ja kijk, je gaat geen miljonair worden, maar vorig jaar zat er in de pot bijna een kwart miljoen. Ja. En dat bracht een hoop geld, hè? 550 pond bracht het, dus 550 keer de inleg. Ja, en het geinige aan dat spel is, als je bijvoorbeeld in het eerste onderdeel 2 paarden neemt en die zijn allebei bij de eerste 3 in de plaats, dan verdubbelt je basisinzet van 10 cent. Dus dat kan 20 cent worden, 40, 80. Dat kan oplopen. En ik vind het eigenlijk ook een van de meest leuke spelletjes die er zijn. Dus wat dat betreft een mooi moment om daar eens extra aandacht voor te gaan vragen. En eens even kijken of we daar mensen mee kunnen enthousiasmeren. En dat doen wij in een challenge, Robert John. Eens kijken wie nou de grootste kenner van ons twee is. En wat zit ik dan heerlijk in de underdog, hè? Nou ja, dat zeg jij, maar ik denk dat we niet veel voor elkaar onderdoen. Nee, nou kijken we even naar dit jaar. Als je zo naar die koersen kijkt, het zou ook een hele lage uitbetaling kunnen worden. Ja, en dat is eigenlijk het mooie van Champions Day. En dat denkt men elk jaar. Er staan zoveel favorieten en dan denk je, nou, die kan het niet verliezen. En ik weet niet of je vorig jaar nog herinnert. De eerste koers, Stradivarius, torenhoog favoriet, laatste. En daar ging 80% van alle playspots de prullenbak in. Dus het is altijd zo. Aan het einde van het seizoen, de meeste paarden hebben een lang seizoen in de benen. En de paarden met het langste seizoen zijn vaak moe. En de outsiders die pikken de prijs op. En dat is al zo vaak gebeurd. Het gebeurt steeds weer. En ik had er vorig jaar naar gekeken, dacht ik ook, dat alleen maar favorieten. Veel outsiders. Adepe kan ik me nog herinneren, 10-1. En dit jaar is weer precies hetzelfde verhaal. Er staan heel veel paarden. Eén keer een grote klapfavoriet weg en het wordt interessant. Zo moet je dat zien. Precies. Dat is het moraal van het verhaal, ja. Ja. Whirlpool staat er op deze meeting. Geldt niet voor de playspot. Playspot vult zichzelf wel. Komt gewoon weer een kwart miljoen in. Maar die Whirlpool die is mega interessant. Hè? Ook voor de overige spelsoorten dan.
Ja, tuurlijk. Er zit 4 miljoen per koers in de pot. En 4 miljoen? 4 miljoen per koers ongeveer. Ja, Zo. ja, ja. Dus, Op de overige spelsoorten. Ja, winnend, koppels, koppels en trio's. Nou, dan is het denk ik extra interessant om de koersen te gaan bekijken, Robert-John. Dat doe ik met jou. Dan beginnen we gelijk met de eerste. Dat is de Kipco British Champions Long Distance Cup. Een groep 2, 283.500 pond ligt daar klaar voor de winnaar. En we gaan er gelijk een fragment bij pakken, namelijk de race van vorig jaar. Daar zien we Stradivarius falen. Nou, die kennen we inmiddels allemaal wel, de zwarte kleuren met de gele helm. En we zien Trujan op onafvolgbare wijze winnen. Stradivarius dus, het zwart met de gele pet, die ligt daar op dit moment ongeveer zesde paard aan de binnenkant. Had totaal zijn dag niet. Trujan die ligt er schuin naast. Dat is Holly Doyle, de vrouwelijke jockey die zich zo geweldig weert tussen het mannelijke geweld. Zij komt zo dadelijk met haar Trujan in vrijheid, rechts in het beeld, blauw met gele kleuren en de blauwe helm. Ja, en wat die Trujan dan laat zien, precies een jaar geleden. Ja, dat is ongelooflijk. Hij gaat hier de leiding overnemen, hij pakt een lengte, het worden er 2, 3, 4. En loopt op belachelijke wijze weg van een veld met zulke fantastische paarden. En hoe verder eigenlijk de koers reikt, hoe gemakkelijker het wordt. Het is een demonstratie waar nog heel lang over nagesproken werd. En diezelfde Trujan is er vandaag weer bij, Robert-John. En ja, dan zou ik zeggen, we hebben een banker. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook. Jij hebt ook nog een fragment van hem. Ja, dat was eigenlijk meer recent, 13 dagen geleden. Op de baan van Longchamp. En daar kwamen ze elkaar weer tegen in een steerskoers. En laten we maar even gaan kijken. Dan, Ja, de koers loopt. We gaan weer op zoek naar Trujan. Nog steeds dezelfde eigenaar, Robert-John. En wat was hier het bijzondere aan deze overwinning? Nou ja, regelrecht duel. Je ziet Stradivarius rechts. Trujan ligt daar eigenlijk links naast. En ja, ze kijken elkaar in de ogen en met nog 300 meter te gaan zegt Trujan, niet vandaag voor jou. Dan moeten we wel één ding even aanstippen en dat is wel belangrijk. Trujan houdt van regen en Stradivarius niet. En we zien Trujan nu eigenlijk afstand nemen en het verschil wordt inderdaad naar de finish toe steeds groter. Mm-hmm. Maar goed, de condities in Engeland op het moment, het regent niet. De baan is good to soft, dus of licht soepel of soepel. En ik denk dat die condities eigenlijk gaan veranderen in het voordeel van Stradivarius. Kijk aan, dus ze lijken aan elkaar gewaagd. 50-50. Ja. Ja, ja. Met die twee paarden ben je zeker een ronde verder? Dit denk ik wel, ja. Ja. In het veld der outsiders, als je er nog één mag noemen, wie komt bij jou dan naar boven? Poeh, lastig, maar ik denk Hamish is heel interessant. Waarom? Hij was heel lang favoriet voor de best genoteerde handicap van Engeland. Daarin was hij uiteindelijk geschrapt door de soepele bodem. Dus hij houdt van droge condities. En daarna won hij heel sterk een groep 3 op Kempton. Dat was weliswaar over zand. Maar die heeft nog heel weinig kilometers op de teller. William Haggis traint voor zijn vader. Dus dat is een familieuitje. En een paard wat altijd goed loopt eigenlijk is de Mediterranean. Altijd in groep 2, groep 3 niveau, tweede, derde, tweede en altijd aan 16 of hoger tegen 1. Dus die kan je er best wel eens bij nemen binnen het plaats. Mooi. We gaan naar het tweede onderdeel. Robert-John, alweer een fantastische koers, want het zijn alleen maar topkoersen. Dit is de Kipco British Champions Sprint Stakes. Een groep 1, meer dan 300.000 pond is hier te verdelen. En we gaan er gelijk weer wat fragmenten tegenaan gooien. Laten we eens beginnen met de editie van vorig jaar, waar Clan Gilles de beste was. Maar we komen hier ook meerdere tegenstanders tegen die nu ook lopen. Dus ik zou zeggen, gooi hem er maar in. Ja, Clan Gilles moest hard werken. Het is een compacte formatie. Je ziet het eigenlijk op weg naar zo'n eindfase dat er heel veel paarden nog met goede kansen dicht bij elkaar liggen. 4-5 lengte tussen kop en staart. En Clan Gilles, het leek er eigenlijk niet helemaal op dat hij ging winnen. Het is dat paard met die
bruine, lichtbruine kleuren. En we kijken ook naar Brando bijvoorbeeld. Die komt met die neusband, die witte neusband in het geel met blauw naar voren. Klein Gilles echter, die vecht voor zijn leven, komt dan weer terug. Wint er met een neusje voor Brando. Twee paarden die er opnieuw bij zijn, Robert John. Maar die eigenlijk dit jaar niet of nauwelijks worden aangekeken. Nee, klopt. En het was vorig jaar, zeker het geval met Brando. En doet het eigenlijk altijd heel goed in deze koers. Hè, vorig jaar 80 tegen 1. Met een lipdikte wordt hij eigenlijk geklopt. Ja, winnend plaats zou ik hem zeker spelen. Het is zo'n baan- en afstand paard die aan het einde van het seizoen opeens zijn best gaat doen. Ik weet ook niet wat het is, ja. Maar het komt wel. Hij had hem vorig jaar op de korrel. Hè? Het was echt een foto finish. Ja, foto finish. Ja, het was heel leuk, heel spannend. Glenn Shiel was toen de 1-2 voor Holly Doyle. Hè? Dat die won de eerste, daarna won ze gelijk de tweede. Dat was helemaal leuk voor haar. Ja, waanzinnig was dat. Ja. Maar ook de vierde aankomende trouwens, Art Power, die staat er ook in. Ja, en die geldt wel als een van de topfavorieten deze editie. Ja, en dan moet ik even één kritische kantnoot noemen bij deze dag. Het is altijd heel belangrijk waar de startboxen gaan staan. En dat is afhankelijk van waar de beste bodem is. En dit jaar staan ze dus aan de verre reling, zo te zeggen. En wat betekent dat? Dat de paarden met de lage startboxnummers dus ontzettend in het voordeel zijn. Is dat echt een enorm verschil? Ja, echt een enorm verschil. En dat zal ik je laten zien. Of zal ik laten zien met de volgende clip. Van een paard dat heet Rohan. En die mag ingestart worden. En we kijken naar een paard aan de linkergroep met een donkere buis en een witte bles. En hij zit er in een beetje in het midden, derde linie, en dan komt hij nu naar buiten. Hij komt daar tussendoor met die witte bles. En die dag stonden dit is de Wokingham Stakes, Royal Ascot, wel een handicap. Die dag stonden de startboxen ook aan de verre kant. En Rohan had laag gelood. En kwam dus eigenlijk aan de normaal gesproken mindere kant van Ascot. Maar omdat die startboxen dus aan de andere kant stonden, was hij in het voordeel. En je ziet het. Ja, dat was overduidelijk. Gold voor die hele groep. Ja. Dus daarmee aangegeven hoe belangrijk dat is. Lage startnummers in die sprintkoersen. Ja. Jij hebt Rohan erbij. Je hebt Art Power erbij, die je net al even kort aansprak. En je hebt ook Minzaal erbij. En dat is dan je outsider op het ticket. Paard nummer 11. Ja, en waarom? Zeker met Champions Day moet je van die paarden erbij nemen die speciaal zijn geprepareerd voor zo'n einde seizoencampagne. En Minzaal is daar een perfect voorbeeld van. Lang niet gelopen. Kwam daarna terug op 2 oktober op deze baan. En liep eigenlijk heel goed. Dus die zal normaal gesproken veel scherper zijn. Ja, en waarom zou je hem dan niet meenemen? Juist. Vorig jaar was dit, na het falen van Stradivarius, de koers waar de grote verrassing viel, hè? Ja. Die de playspot echt maakte. Dus ja, het kan lonend zijn om hier flink uit te pakken. Ja, en ik vooraf, er stond een hele grote favoriet in. Die is inmiddels met pensioen. En dit is heel erg open. Er staat niet echt een duidelijke favoriet in. De wedmarkt begint ook op 5,50 in Engeland. Dus dat is, ze weten het gewoon niet. Nee. Nou, welk paard gaat je gevoel uit in deze koers? Nou, ik moet zeggen, Glenn Shiel heeft ontzettend goed gelood. En die heeft een minder seizoen achter de rug. Maar die krijgt nu voor het eerst de blinkers op. Dus dat moet voordelig zijn. En die heeft met startbox 2 natuurlijk perfect gelood. Art Power vind ik het beste paard van de koers, maar die heeft de buitenste startbox gelood. Dus die is weer ontzettend in het nadeel. Mm-hmm. Dragon Symbol, is 3 jaar oud en die loopt al het hele seizoen mee. Dus die zal wel een keer moe zijn, denk ik. Mijn hart gaat er toch uit naar Glenn Shiel, Minzaal en Rohan voor de verrassing. Yes. We gaan naar koers nummer 3, de Kipco British Champions Fillies en Mare Stakes. Ook weer een groep 1, 283.500 pond ligt hier klaar. Dit is verreweg de minste koers van de dag, vind ik. Minst bezette koers, minst leuke koers. Mocht er een paard uitgaan, dat is ook wel even goed om te melden, dan houden we dus 7 starters over. En dan verliezen we ook een plek, hè? Dus moeten we bij de eerste 2 zijn. Voor de playspot, ja. Duidelijk. Mocht dat het geval zijn. Laten we maar even gaan kijken naar mijn outsider eigenlijk.
En die heet Tribal Craft. Het is eigenlijk de lichtblauwe pet achter in het veld met de paarse mouwen. En het paard wat deze koers wint, was voor mij heel lang de winnares van de Arc de Triomphe. Had kort voor de Arc eigenlijk een beenbreuk, dus die is ook met pensioen. En Tribal Craft komt hier eigenlijk heel dichtbij. En om dicht bij Wonderful Tonight te komen, moet je van goede huizen komen. En ik vond dit wel interessant. De enige kanttekening is wel dat Tribal Craft regen nodig heeft of graag ziet. Mm-hmm. En dat is niet het geval. Dus dat is wel jammer. Voor jou de reden om hem dan niet mee te nemen? Ja, ja. En ook daarbij, Andrew Balding was lang in de race om het trainerskampioenschap. En hij had een ontzettend goede periode over de zomer en die is helemaal ingekakt nu. Dus de twee redenen waarom ik haar niet heb meegenomen. Ja. Dan kom je uiteindelijk bij toch de favorieten van de koers uit, Robertson. Alba Flora de 1 en Snowfall, paard nummer 8. Ja, daar ga je geen veel mensen mee uit het spel krijgen. Maar als het zo vast is, dan mag je die laten natuurlijk. Nou ja, ik dacht, welk paard in deze koers hoort in de Arc thuis? Nou, dat is er geen enkele. Behalve Snowfall, en die werd zesde. Dus ja. Op basis daarvan. En Alba Flora is het vormpaard van het moment. Dus vandaar de keuze. Mooi. Wij gaan naar het vierde onderdeel. Dat is de Queen Elizabeth II Stakes. Ja, dit is wel een klapper, hè? £623.000 ruim het prijzengeld. En ja, daar komen fantastische paarden op af. Waaronder Palace Pier. En naar die Palace Pier gaan we nog eens eventjes kijken. Wint de Queen Anne over baan en afstand van vandaag. En Palace Pier is het paard rechts in het beeld. Ook hier kan je zien dat het hele veld eigenlijk hard aan het werk is. Behalve Frankie, de jockey van Palace Pier. Nu gaat hij inderdaad wat bewegingen maken. En dan is het ook gelijk beslist in deze koers. Palace Pier die pakt hier ongeveer anderhalve lengte voorsprong. Moet zeggen, de paarden daarachter blijven aardig in de buurt. Maar er is eigenlijk geen moment sprake geweest van grote spanning. Stond die dag ook iets van €1,40. Dus wat dat betreft een paard die dat ook niet mocht verliezen. Maar zo wint hij eigenlijk altijd zijn koersen, Robertson. En ik vind het wel heel interessant. Want er staan twee topfavorieten in deze koers. Palace Pier en Bait. De paarden 4 en 6. Jij hebt in jouw playspot de 5 en de 8 genomen. Laat beide topfavorieten eruit. Ja, ja. En waarom? Palace Pier, vorig jaar ook groot favoriet, werd toen derde. Dit is wel meer zijn bodem, maar ik ga in deze koers een klein risico nemen. En dat zal ik even onderbouwen met een video van The Revenant. En we kijken naar de rode buis aan de rechterkant van uw beeld. Met de kap op. En de favoriet die dag wint. En dat is Real World met Frankie de Tory in de blauwe buis met de witte pet. En The Revenant had 5 maanden pauze gehad voor deze koers. En dit was een mijl. En kijk eens hoe The Revenant hier afkomt. Geweldig, geweldig. Ja, 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 ja. En Ascot is wel zijn baantje ook, hè? Ja, ja. En dit is wel een paard die ook weer soepele bodem nodig heeft. En hij wordt altijd in het begin van het seizoen ingezet aan het einde van het seizoen. Omdat ze dan de hoop op regen. Mm-hmm. Hij won vorig jaar. Hij was in 2019 tweede. En in mijn ogen, ja, als hij buiten de eerste drie is, dan ga ik heel gek opkijken. Ongeacht de baantoestand? Ja, hij heeft ook van de zomer gelopen over goede bodem op Saint-Cloud. Ja, het is geen voordeel, de uitdrogende bodem, maar speciaal voorbereid. Dit is een beetje zijn koers, dus ik neem hem er gewoon bij. Ja. Wat kan je vertellen over Master of the Seas? Dat is toch wel de outsider op je ticket? Die staat misschien wel boven de 10 tegen 1. Ja, hartstikke goed paard. Hoofdje geklopt in de 2000 guineas. In mei. En daarna is hij op rust gegaan. Ik weet niet wat er precies was, maar hij is niet in actie gekomen. Daar kwam hij terug 22 dagen geleden in een hele goede koers, een goed bezette koers. Op Newmarket. En hij werd derde in een halve lengte van de winnaar. Mm-hmm. Dus met die koers in de benen, ja, is hij gewoon tip-top in orde. En
Hij heeft natuurlijk niet zo'n zwaar seizoen in de benen. Dus ik denk dat hij nog fris is. En goed om te vermelden ook Austin Murphy en William Buick. Hevige strijd om het jockeykampioenschap. Ja. Op het moment dat wij met elkaar praten, hebben ze nog een verschil van 2 overwinningen. Ja, bizar. Ja, ja, het was 9 overwinningen voor het weekend. Nu is het 2. Mm-hmm. Ja, dit zou hem zomaar kunnen zijn. Ja. Hey, en wat maakt dat je enige twijfel hebt bij medefavoriet Bait? Nee, geen twijfel, maar je moet op een gegeven moment keuzes maken. Mm-hmm. En Bait is natuurlijk een superpaard. En start in een klasse 4. En hij heeft onderhand al op groep 1 niveau gewonnen. Maar dit is wel de top van de top. Mm-hmm. Dus als je 5 keer gewonnen hebt, wordt de kans groter dat je een keer verliest. Duidelijk. We gaan naar koers nummer 5, de Kipco Champion Stakes. Dat is eigenlijk nog een grotere koers. 714.000 pond ligt hier klaar voor de winnende eigenaar. En mijn gevoel zegt dat zou wel eens Miss Riff kunnen worden. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Hij won de Judgment International. Even voor de duidelijkheid, dat is gewoon een groep 1. Hè? En kijk even op wat voor manier die Miss Riff daar aan het langste eind trekt. In de rode kleuren komt hij aan de buitenzijde ja, eigenlijk kenterend naar voren. Ook hier wordt de tegenstand eigenlijk wel een beetje vernederd. Iedereen keihard aan het werk, behalve die jockey daar links in het beeld. Die komt met Miss Riff nu op weg naar de leiding. David Egan heeft een geweldig seizoen eigenlijk. Hij komt op. Hier mag Miss Riff voluit. En ja, dan is er ook echt geen paard meer in de buurt. Ik vond dit, Robert John, toch een dermate imponerende verrichting. Dat Miss Riff voor mij hier het paard van de koers lijkt. Maar als ik mij puur vasthoud aan jouw playspot gedachte, dan ontbreekt het streepje bij Miss Riff op jouw ticket. Ja, nee, super paard. Echt zo goed. En ze nemen hem mee naar Saudi-Arabië, Dubai. En het maakt niet uit waar hij naartoe gaat. Hij staat er altijd. En, ja, hij vindt vliegen leuk, schijnt, hè? ja, hij heeft veel air miles. Ja. Nou was hij wel van de zomer wat minder. Dus die koers op York die we net gezien hebben, dat was een beetje zijn hoogtepunt. Het enige vraagteken wat ik erbij zet, is wat er die dag geklopt werd. Mm-hmm. Maar goed. Hij verbrak trouwens wel het koers- en baanrecord die dag. Dus nee, super. En in de groep 1 lopen goede paarden, mag ik aannemen. Ja, tuurlijk. Absoluut. Ja. Jij hebt de uitdagers op je ticket. Laten we beginnen met het fragment wat je wil laten zien. Ja, dit is van vorig jaar. En we kijken naar het paard met de gele buis. En die Adeep. Adeep. hoe je het uit wil spreken, maakt niet uit. Maar het is Adeep. En 2 kilometer is voor hem. Hoe meer regen er valt, hoe beter. Dus dat is een beetje in zijn nadeel. Eigenlijk, na de aanloop van deze koers dacht ik, dit is de banker van de dag. Maakt niet uit wat er gebeurt, maar hij wint. Hij is wel heel lang aan de kant gehouden, juist voor deze koers. En ik denk dat ze hem na deze koers ook met pensioen zullen laten gaan. Maar hij klopte die dag de grote favoriet Magical in derde positie. En hij betaalde precies 10 keer de inleg. En dat was een hele leuke dag voor mij. Ja. Jij bent echt, dit is wel een van je favoriete paarden, hè? Ja. Ik heb hem, ik volg hem al lang. En hij is ook al 7, dat is ook wel leuk. Uh-huh. Hij laat je nooit in de steek. Nee, precies. Hey, Adeyar. Ja, goed nieuws dat hij er na de ARC toch bij is. Mm-hmm. Adeyar is na de Engelse Derby is hij even aan de King George is hij aan de kant gegaan. 71 dagen tot de ARC. Daar moest hij het vuile werk op knappen. En toen werd hij 4e. Heel verdienstelijk. En nu staat hij dus hierin. Na 13 dagen. En ja, volgens mij is het een heel goed paard. En dat is leuk, want de Derby heeft dat nodig. En hij draagt hier ook 4 pond minder dan bijvoorbeeld een Miss Reef. En dat is een groot voordeel. Ja, nou, dat is duidelijk, Robert John. Dan gaan we afsluiten met een classic, hè? De Balmoral Handicap. Ik denk, we hebben er wel 30. Maar dat mocht niet zo zijn. Maximaal aantal starters is 20. Oh, is Max? Aha, ja. Want er waren er gisteren stonden er nog 72 in. Ja, er waren er geloof ik 130 aan het begin, toen 71 en nu 20. Ja, ik heb er eentje ontdekt en die luistert naar de naam Sunray Major. En die zijn laatste koers wil ik even laten zien. Ik ben echt van de strakke winnaars, hè. En dit is er ook weer eentje. Ja. De kleuren van Khalid Abdullah.
Die gaan op dit moment aan de leiding. De roze pet, bekend van een paard als Frankel en vele anderen. Dit is dus die Sunray Major, die het veld zijn wil oplegt. Je ziet een hoop groenigheid nog. Hij zwalkt van links naar rechts, maar komt uiteindelijk toch echt wel heel gemakkelijk als eerste over de finish. Ik vind het een paard met ongelooflijk veel uitstraling. En daarom heb ik wel het gevoel dat die favoriet hier in deze race hoge ogen moet kunnen gooien. Robert John. Ja, zeker. Het was even spannend, want hij had nummer 22 met de vooraangiftes. Dus er moesten er een paar uit om voor hem erin te komen. En dat is gebeurd, dus dat is mooi. Met de hak over de sloot dan? Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Koers wilde ze graag hebben? Ja, ja. Je bent afhankelijk van wat er... zeg maar hetzelfde systeem als in Frankrijk met de draverijen. Op winsom ga je er dan uit. Nou, in Engeland is het op gewicht... Mm-hmm. Dus de paarden met het hoogste gewicht blijven erin. En ja. Nou ja, zo kom je tot een veld van 20. Ja. Jij pakt hier uit. Hier moet misschien je verrassing komen. Want ik moet zelfs mijn blaadje omslaan. En mijn blaadje ligt op coatvolgorde. Dus ik vind jouw paarden vooral in het tweede rijtje. Met onder andere de 1 Sir Busker. De 17 ja. Mary's Diamond en de 18 Symbolize. Dat zijn outsiders. Brand maar los. Ja, nou ja, als je kijkt naar vorig jaar... De winnaar betaalde 10 tegen 1, de tweede aankomende 17 en de derde aankomende 29 aan de coach. Dus dat is een beetje het speelveld waar we in zitten. En dit is weer zo'n klassieker waar de startboxen staan, zit je goed. En we gaan dat even bekijken met een fragment. En we moeten eigenlijk letten op het paard wat links in het beeld met de witte bles het vuile werk opknapt voor de winnaar achter hem. En we kijken dus naar Symbolize. Helemaal links in. Gaat helemaal naar de reling. En kijk eens naar het paard achter hem. Aldari staat er ook in trouwens vandaag. En Aldari zegt dankjewel Symbolize. En loopt er zo overheen. En nou, je ziet het verschil tussen die paarden links en rechts in uw beeld. Mm-hmm, duidelijk. Ja. Dus ja, dit was Symbolize en Aldari. Het verschil tussen Symbolize en Aldari was die dag heel erg groot. Dit was over 1400 meter trouwens, over hele zware bodem. Mm-hmm. Dus ik denk dat de mijl over ietsje betere bodem wel in het voordeel is van Symbolize. Hij liep vorig jaar ook in deze koers, daarom heb ik hem er ook een beetje erbij genomen. Toen was hij 8e. Ja. En er zit zo weinig verschil in tussen die paarden. Dus het enige nadeel is wel dat hij startbox 15 heeft geloot. Ja, dat is dan even minder. Dat heb je net uitgelegd. Desalniettemin, die koers die hier liep, was eigenlijk fantastisch. Hè? Hij wordt maar op 2 lengten geklopt door het paard wat hij echt naar voren heeft gebracht. Ja. En die geldt hier als een van de topfavorieten, Aldari. En die heb je er wel bij. Ja, ja, kijk op zo'n koers. Kijk, als je Symbolize ver ziet komen, dan moet je Aldari ook ver zien komen. Dus daarom heb ik hem erbij genomen. Aldari heeft 11 geloot. Wat wel heel erg voordelig is. Helaas moet ik zeggen dat Sunray Major de buitenste startbox heeft geloot. Dus dat is geen voordeel. Nee. Mary's Diamond, even heel leuk. Heel kort. Vorig jaar derde in de Queen Anne. Over de mijl, over deze baan en afstand. Toen aan 50 tegen 1. Ja. En is het daarna eigenlijk zo omhoog gegaan in de handicap. Dat was, ja, die kwam gewoon niet aan winnen toe. En nu is hij weer onder dat... onder het getal van die handicap rating. Dus er moeten weer mogelijkheden zijn in een veld die hij aan kan. Voor paard nummer 17 in dit geval, Mary's Diamond. En Sir Busker, paard nummer 1, die heb je ook op de korrel. Ja, die liep eigenlijk zo goed de afgelopen paar keer in groep 2, groep 3 niveau. En die is nu weer terug in de handicap. Dus ik vind het wel interessant. Hij heeft ook startbox 3 geloot, wat een voordeel is. Ja. Wij gaan jouw PlaySpot ticket erbij halen en dat van mij ook. Ik ben nieuwsgierig hoe we dat in kaart gaan brengen. Daar is hij. Daar is eerst die van mij. €25,60 is mijn inzet. We zullen deze tickets ook plaatsen op de site, zodat u ze rustig na kan lezen. Ik heb gekozen om het niet te duur te maken, omdat de kans op een lage uitbetaling wel aanwezig is. Maar ik heb ook besloten om niet te banken, niet een koers met 1 paard te nemen. Ja, toch in de hoop dat er een keer zo'n hele grote favoriet faalt. Ja, dat hoop je, dat is dan tussen aanhalingstekens. Maar dat is voor jouw PlaySpot ticket wel heel erg interessant. En zodoende ben ik op dit schema gekomen. Kost €25,60. En dan mijn uitdager, Robert John van Exter. Die heeft volgens mij hetzelfde idee gehad, Robert John. Want we pakken jouw ticket ook even erbij. Ook bij jou vind ik geen bankpaarden.
Nee, precies wat je zegt. Je moet jezelf een beetje verzekeren. Dus, en ik kan me nog goed herinneren, vorig jaar had ik gebankt in de eerste met Stradivarius. Niet goed. Dus ik neem toch die verzekering erbij. Ja. En dan is dit jouw ticket, die kost maar €19,20. We gaan het bijhouden in de toekomst. Hè? Als het, eens even kijken of wij een beetje winst kunnen genereren als kenners van de internationale rensport. En de eerste aanzet daartoe is deze Champions Day op de baan van Ascot. Er is meer, Robert-John, want er zijn natuurlijk diverse spelsoorten. Er is Whirlpool. En heb jij wellicht nog speltips? Nou, ik zie twee paarden winnen plaats. Even kijken, welke koers. De vierde koers, Master of the Seas, die we net al even genoemd hebben. Winnend plaats, denk ik, een hele leuke weddenschap. En de koers daarna, Sealyway. En dat doe ik een beetje voor Vincent van Zeeturf. Die volgde het paard al heel erg lang. En wat gebeurt er nou? Die was vijfde in de Ark, 13 dagen geleden. En dit is eigenlijk zijn afstand, 2000 meter. Dus 2400 meter was voor hem nieuw in de Ark. Hij is de tweede aankomende van de Franse Derby. Op rust gegaan, Ark gelopen en nu hier naartoe. Dus heel erg interessant. En welk nummer heeft hij in die vijfde koers? Gaan we even opzoeken. Sealyway komt aan de start onder nummer 10. De 510. Dan sluiten we daarmee af, Robert-John. Of jij moet nog iets te melden hebben wat je heel graag kwijt wil? Nee, iedereen afbellen zaterdag en lekker kijken. Hartstikke mooi. This is a day like no other. This is no ordinary race day. This is the cream of the crop, where the best of the best compete to be crowned. Where legends are made and remade. Where heroes are born and champions forged. Cracksman looks relentless here! Cracksman wins the champion! He's getting really tight, but Roaring Lion, Roaring Lion, the star of the season! There is no doubt, he is a champion! Al Mansour, what a season! Celebrating 10 years of thrilling racing, this year will be epic. The ultimate race day, where memories will be made and shared on and off the track. Get ready to experience the extraordinary, to witness history in the making. The 10th anniversary, KIPCO British Champions Day 2021, the nation's richest race day. October 16th at Ascot Racecourse. Be there for every second of it.